Het is eerst tijd voor een kopje koffie en wat water. Het is altijd lekker om de dag mee te beginnen. Ik ben al een tijdje wakker hoor, maar ik vind altijd dat kopje koffie in de ochtend, dat is altijd het beginpunt van de dag voor mij. Ook al doe ik daarvoor, doe ik allemaal dingen. Ik ben pas echt wakker met een kop koffie. Het is gewoon zo. Nou, even zonder dolle, de koffie die, is voor mij best wel belangrijk in de ochtend, want ik ben nu strak bezig met afvallen. Ik heb nog 4 of 5 weken te gaan voordat ik op zomervakantie ga en ik wil alles nog even wat strakker hebben. En de koffie die helpt mij hierbij om mijn hongergevoel te onderdrukken. Mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik intermittent fasting doe en daarbij verschuif ik mijn ontbijt naar 2 uur 's middags, dus dat is dan mijn eerste maaltijd. En ja, voor die tijd heb je aardig wat honger, maar dat is maar best wel een korte periode. Maar koffie die kan er dus bij helpen om dat gevoel te onderdrukken. Verder vandaag heb ik niet zo super veel te doen qua training, eigenlijk helemaal niks. Ik ben meer bezig met werk vandaag, ik heb gewoon een lekker rustdagje qua training. Ik ga natuurlijk wel laten zien wat ik allemaal eet vandaag, dat is denk ik wel leuk om te laten zien. En ik werk volgens een vast voedingsplan, omdat ik alles nog echt even wat strakker wil hebben. Ik ben nu 110 kilo en ik ben van 122 kilo afgekomen, dus er is al 12 kilo af. Best wel een groot verschil natuurlijk voor veel mensen. Maar ik ga vandaag laten zien wat voor voedingsschema ik nu gebruik. En want ik eet iedere dag hetzelfde, ik wil het gewoon strak houden, dat is iets wat voor mij werkt. En ik ga precies laten zien hoe dat in zijn werking gaat vandaag. Dus ik denk wel leuk om je mee te nemen en ik denk dat ik nu eerst weer even verder moet werken en mijn koffie op moet drinken, want die wordt gewoon koud, ik heb nog één slokje. Dus we gaan lekker, ja, dit is allemaal rotzooi natuurlijk, wel. Ik zeg, hé, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon hartstikke leuk, hey. Ik breek even in. Wat ben je aan het doen? Ja, kun je kijken. Even een kopje koffie te drinken. Wat ben je nog meer aan het doen? Ik ben een Facebookpagina aan het aanmaken. Voor mezelf. Oh, gaaf. Gaaf, en die heb ik nu aan het koppelen aan mijn Insta. Dan klopt het allemaal. En een kop koffie erbij? Ja, met vanille flavors. Zullen we ruiken? Heerlijk. En vind je dat echt lekker? Ja. Nou, eerst deed ik het zonder, want in Barcelona had ik het natuurlijk niet. Maar nu heb ik het hier weer en nu kan ik eigenlijk niet zonder. Ja, ik vind het veel te zoet. Ja, maar jij hebt het apparaat een beetje sterk ingesteld. Dus ja, dat... Oh, het is fijn schuld. Ja, want ik wil een melkbakje, geen sterk bakje. Oké, geen bakje dus. Oké, bedankt voor die informatie. Ja, hoi hoi. Dag. Als Stella aan de bakje zit, moet ik natuurlijk ook een bakje. Het is nu 11 uur. Tijd voor mijn tweede bakje van de dag. Ik heb het echt nodig, want concentratie dat is toch wel een lastig dingetje als je in een calorietekort zit. Zeker in zo'n sterk tekort als wat ik zit nu. Later meer erover. Ik ga eerst even van dit bakje genieten. Samen met Stella. Ik heb een bak. Ga ik een beetje kijken. Oh ja. Geen bakkie. Een verschil moet er wezen. Ben je lekker aan het werken? Nou, het lijkt alsof ik nog steeds aan het werk ben. Maar we moesten ons paspoort ophalen. Maar die lachte niet. Het is al 11:00 de 5e keer. Zeg maar dag tegen je uurtje. Ja, dus ik ben even een uurtje eruit geweest. En, ja, nu zit ik weer. Inmiddels heb ik erg veel knagers gekregen. Het is wel 12:45, dus het is niet 2 uur, maar dat maakt niet uit. Je moet de tijd niet echt zo strikt nemen als je gaat intermittent fasten. Kijk, het is ook omdat ik heb niet getraind vandaag, dus dan is het wel wat lastiger om dat eten uit te stellen. Normaal train ik rond 1:00 of 12:00 en dan ga ik om 2:00 ga ik wat eten. Maar nu is het dus 12:45. Dat is ook een beetje omdat ik gefrustreerd ben omdat ik mijn paspoort niet heb. Nee, grapje. Ik heb gewoon nu zin in een shake en ik neem ook nog 2 dadels, die zal ik even erbij pakken. Deze. En ik ga nog even een ijs bakken, laat ik even zien. Het zijn 5 eitjes met 2 eiwitten. En dan spinazie, paprika en bosui volgens mij. Ja, dat. En dat is mijn eerste maaltijd van de dag. Dus laag in koolhydraten. Heel erg laag, ongeveer 30 gram. En de rest van de dag doe ik ook lage koolhydraten, maar weer hoger in vetten. Ik wil gewoon kijken hoe dat bij mij aanslaat. En tot nu toe gaat dat heel erg goed. Even vastgelegd worden, want dit is het meest lekkere eitje wat ik ooit heb gezien. Nou, de eerste water zit inmiddels in mijn buik. Ik heb ook nog een kopje thee gemaakt.
een flink kopje thee. Daar heb ik wel een leuke manier voor. Doe gewoon een theezakje. Met in dit geval citroen. Doe ik wat blaadjes verse munt erin. Twee plakjes gember, verse gember. En nog een beetje citroenschap. En dat gebruik ik nu vaak als vervanger van koffie. Want ik meestal dronk ik 3 tot 4 kopjes koffie per dag. Maar nu probeer ik er dan 1 in ieder geval te vervangen voor een kop thee. En dat vind ik lekker als ik werk. Moet ik wat anders erbij hebben dan water. Dat gaat op een gegeven moment gaat het toch een beetje vervelen als je 6 liter water op een dag moet drinken. Dus ik probeer het een beetje af te wisselen met thee. Of dan koffie in de ochtend in ieder geval. Vanochtend ben ik bezig geweest met een transformatieguide te maken voor Relafit. En het is misschien wel leuk als ik dat even laat zien. Dit is de guide waar ik vanochtend mee bezig ben geweest. De transformatieguide. En deze guide bevat essentiële informatie om binnen 30 dagen je levensstijl te veranderen. Ik zal even een korte sneak peek geven. Het zijn dus 20 pagina's vol met informatie om jouw levensstijl te veranderen op een positieve manier en op een manier die volgens de filosofie is van Relafit, dus van mij en Estella. Ik heb de transformatiekaart heb ik dus afgemaakt en het is tijd om door te gaan naar mijn volgende ding op de to-do-lijst. Ik werk met een programma die heel mijn to-do-lijst gewoon beschrijft en die iedere dag omhoog komt, zodat ik precies zou weten wat ik op een dag kan doen en hoe ik het meest efficiënt kan werken, omdat ik best wel veel dingen aan mijn hoofd heb. En ik veel verschillende projecten heb, vind ik het verstandig en is het ook verstandig voor mij om volgens een to-do-lijst te werken. Het volgende punt is een blog schrijven. Dat probeer ik meestal rond 1 uur of 3 probeer ik dat te doen, omdat dat is het moment waarop ik het beste kan schrijven. Ik vind altijd dat je voor je blog moet je altijd voldoende tijd nemen en je moet ook voldoende inspiratie hebben om een blog daadwerkelijk op papier te zetten. Het is best wel iets waar je over na moet gaan denken. Dus het kan niet op alle momenten van de dag voor mij. Ik moet altijd een goed moment uitzoeken om dat te gaan doen. Dus dat is het volgende project. Blog schrijven. Ik denk over de 10 of 15 fitnessleugens die je niet moet geloven. Goeie titel toch? Ik ga er maar eens mee aan de slag. Poeh. Ik ben ondertussen op de helft van mijn blog. Ik ben er lekker ingedoken. De tijd is snel gegaan. Het is inmiddels 4:50 en het is tijd voor mijn tweede maaltijd. En ik heb even een aantal dingetjes heb ik erbij gepakt. Zodat ik kan laten zien wat die tweede maaltijd van de dag is. En dat ga ik nu laten zien. Ook deze tweede maaltijd wordt weer lekker laag in koolhydraten. Het bestaat uit een salade met tonijn. Dan heb ik hier wat olijfolie, wat azijn, een augurkje, een tomaatje, een komkommertje, die sla ik even over. En dan een ijsbeersla. En ik heb hier nog wat lekkere tabletjes, een lekkere multivitamintje en een lekker visolietje. Heerlijk. En dan doe ik ook nog deze zaden erbij. Zonnebloempitten volgens mij. En dit zijn pompoenpitten. Die komen er ook nog op. Kijk eens aan, dit is hem. Heeft geen plaatje. En simpel natuurlijk, hè. Stel je even de vraag. Jor, wat ga je eten vanavond? Oh, leuk dat je het vraagt. Ik ga een salade eten. Dit is om de 12e op rij of zo. Dit is met kip, dit is met sla, met courgette, tomaat, komkommer. Ik denk dat ik er nog zo meteen even wat sojasaus overheen doe. Of een iets ander smaakje. Ja, lekker. Zo simpel kan het zijn. Oh ja, cottage cheese moet ik ook nog wel mee. Maar het gaat me dus nog niet vervelen. Nou, dat is mooi. Dat is het beste, toch? Het belangrijkste. Ja, dat is belangrijk, zeker. Ja. Enjoy. Dank je. Nou, je ziet het. Jordi heeft een ander t-shirt aan. En Jordi is begonnen aan een nieuwe dag. Nou, het verhaal zit zo. Gisteren ging ik mijn kwark maken. Natuurlijk ook mijn kwark eten. En toen nam ik de laatste hap. En toen dacht ik, shit. Die camera. Heel die camera vergeten aan te zetten. Dus nou, die kwark heb ik niet kunnen filmen. Maar vandaag weer een nieuwe dag. En aangezien ik toch hetzelfde voedingsschema had, hebben we vandaag ook gewoon weer kwark. Nou, het is nu ongeveer 8 uur in de avond volgens mij. Dus er is inmiddels een hele dag overheen gegaan. En ik wil een aantal dingetjes nog in deze video uitleggen. Het eerste dingetje is misschien vertellen dat ik een low carb dieet volg. Zoals je misschien wel weet, begeleiden we bij Relafit heel veel klanten. En al deze klanten willen we begeleiden met een gebalanceerd voedingspatroon. Dus een goede balans tussen koolhydraten, eiwitten en vetten.
Daar starten we meestal mee bij de meeste mensen, tenzij sommige mensen echt gevoelig zijn voor insuline, dan willen we de koolhydraten nog wat verlagen. Maar ik ben op dit moment dus aan het testen hoe een low carb dieet werkt voor mij. En dat doe ik dus met de reden om het op mijzelf uit te testen, zodat ik dat misschien later kan overbrengen op andere mensen. Gewoon puur om te kijken hoe het werkt voor mij, hoe mijn energie is, wat voor resultaten het oplevert. Nou, ik kan in ieder geval wel zeggen, ik zit in dag 6. Ben er inmiddels al best wel wat kilo's kwijt eigenlijk. Dus meestal is dat ook vocht wat vanuit koolhydraten komt, maar ook echt wel puur vet. Dat kan ik echt in de spiegel zien. Dus wat dat betreft werkt het goed. Maar dan wil ik jullie gelijk meenemen naar deze ochtend. Ik stond op en dan, soms dan heb je dat gevoel dat je nog niet helemaal wakker bent of zo, dat je opstartproblemen hebt. Nou, dat had ik dus vanochtend. Ik moest naar school toe, 1,5 uur heen, met de trein, voor een eindgesprek van school. Nou, dan heb ik 1,5 uurtje heb ik daar gebabbeld, toen moest ik 1,5 uur weer terug. Nou, ik had in die tijd nog niks gegeten, maar ik voelde me al niet echt lekker of zo. Nou, toen heb ik ervoor gekozen om weer die maaltijd te eten, dus die eieren. Voordat ik ging trainen, want vandaag is wel een trainingsdag. Heb een training gedaan, het was een leg day, maar ik merkte wel tijdens de training dat ik kon wel het aantal herhalingen en hetzelfde gewicht blijven gebruiken, maar ik had het wel echt serieus zwaar. Dus mijn energieniveau in de gym is nou redelijk oké nog steeds. Ik zit nu ja, in dag 6 natuurlijk, dus het is nog niet echt heel erg ver. Maar ik kan zeggen dat low carb me, nou, het staat me niet echt tegen ofzo, maar ik vind het ook niet echt prettig, want je merkt wel dat het wat doet met je energie ook. Dat praat richting de camera nu. Voor een wat langere tijd waar ik me echt moet focussen. Dat kost echt ja, gewoon meer focus inderdaad. En meer moeite om dat te doen. Ook als ik een blog moet schrijven. Nou, gisteren was ik dus 3,5 tot 4 uur bezig om een blog te schrijven. Normaal doe ik daar 1,5 uur over. Gewoon omdat mijn gedachten zijn er niet helemaal bij ofzo. Door het lage aantal koolhydraten. Nou, ik merk alweer dat ik echt vrij lang praat. Maar goed. Ik moet natuurlijk wel alles goed uitleggen. Dus ik volg dat low carb dieet. En dan wilde ik nog wat zeggen. Jordi versus Cardio, dat is natuurlijk de serie die ik deed. En daarin ging ik op zoek naar een cardio manier die goed bij me paste. Nou, inmiddels heb ik een aantal dingen gevonden die ik leuk vind om te doen. Maar voordat ik begon met Jordi versus Cardio, was ik al begonnen met HIIT cardio training op een zitfiets. En dat is dat ik gewoon in de sportschool, en dan ga ik 30 seconden sprinten en dan een minuut rust. En dat doe ik dan 6 tot 10 setjes. Ben ik in totaal 15 tot 20 minuutjes bezig en dat vind ik echt het lekkerste om te doen. Dus ik heb gewoon besloten om Jordi versus Cardio een beetje links te laten liggen. Ik wil nu echt even gaan voor het resultaat. Ik wil 5 tot 6 weken echt even strak gewoon volgens een bepaald schema werken en een schema leven. Soms dan heb ik dat gewoon nodig en dan vind ik dat een ideale manier voor mij. Dus dat is het even over Jordi versus Cardio. En dan denk ik dat we alle dingen wel hebben gehad in deze video die ik wilde zeggen in ieder geval. Ja, nou wat ik misschien ook kan zeggen is dat ik aanstaande maandag heb ik een refeed day. Dus dat is na 10 dagen low carb mag ik eindelijk hoog aantal koolhydraten eten. Ik ben voor de rest heel erg strikt geweest. Nog steeds. Er komen natuurlijk een aantal dagen aan. Het weekend komt ook nog eraan. Maar ik denk dat ik die video ga maken. Dat ik een refeed ga doen van 8000 calorieën. Nu zit ik op 2400 calorieën. Dus ik doe het echt een behoorlijk stuk hoger. Ik denk het leuk om ook te laten zien aan jullie wat ik dan precies doe. En hoe ik dat precies bereken. Dus ja, maandag ga ik die video maken. Even opnemen, dus die komt volgende week. En dus laten we Jordi versus Cardio even liggen. En dan, ik ga zo meteen wel nog even mijn kwark laten zien. Dat is misschien nog wel een goeie. Dat we wel een hele full day of eating hebben laten zien van mijn kant. Dus een low carb dieet, wat dat inhoudt. En dat je dus echt heel erg beperkt moet zijn in je koolhydraten. Ik ga het op dit moment niemand aanraden om dat zomaar te gaan doen. Het is best wel intensief en best heftig. Je moet ook best strikt leven. Maar ik denk wel dat ik genoeg heb gebabbeld nu. Want ik zie ook alweer dat het... Ja, we gaan al richting de 5 minuten toe voor dit stukje. Kom dichterbij. Kijk eens. Wat vind je ervan? Ziet er lekker uit. Nee, het was... Nou, kijk. Ik heb dus een lekker kwartje gemaakt. Laten we maar gelijk met de deur in huis gaan. Een lekkere cashewnoten. 25 gram. Dan hebben we 15 gram pure chocolade drups. Hoe noem jij dat? Callebaut chocolaatjes. Oké, Callebaut chocolaatjes. En dan hebben we nog 100 gram bosvruchten en dus een hele pot magerkork. En dit is mijn laatste maaltijd. En dan ga ik het even snel afsluiten. Tot de volgende video. En dat wordt de 8000 calorieën refeed day. Wie zal kijken?